In de gemeente Moerdijk is het goed wonen en er is ook veel vraag naar woningen. En door de komst van het logistiek park Moerdijk is er zelfs extra vraag naar woningen. Daarom gaan we aan de slag met de nieuwe wijk Zevenbergen-Oost. Met 3 eigen deelgebieden met een eigen gezicht. Samen met ontwikkelaars die al positie hebben in dit gebied gaan we aan de slag. En de eerste globale ideeën staan al op papier. Dicht bij het centrum van Zevenbergen, dicht bij het station, bouwen we deze wijk met zo'n 1000 woningen. Van sociale huurwoningen en woningen van allerlei verschillende prijsklassen. Naast woningen is er in deze wijk ook ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. Denk aan een integraal kindcentrum, een gemeenschaphuis of een medisch centrum. Zevenbergen-Oost wordt best groot en daarom maken we kleine buurtjes met hun eigen identiteit, met hun eigen thema's. In het ontwerp voor Zevenbergen-Oost is veel aandacht voor water en voor groen. Het ligt hartstikke dicht bij de markt en daarom kunnen we ervoor zorgen dat je Zevenbergen-Oost ook fijn kunt wandelen, fijn kunt gaan fietsen en dat het een mooie plek is voor heel Zevenbergen. Zevenbergen-Oost ligt direct tegen het station. En dat zorgt ervoor dat de auto niet per se het belangrijkste is, maar dat mensen ook gebruik kunnen maken van openbaar vervoer en andere vormen van mobiliteit. Daarnaast willen we een tunnel maken langs het station, zodat ook de voetganger en de fietser snel in het centrum van Zevenbergen kan komen. Met de komst van Zevenbergen-Oost maken we de randwegstructuur van Zevenbergen af en sluiten de Oostrand aan op de wijk Bosselaar. De nieuwe wijk biedt kansen voor Zevenbergen en voor de hele gemeente Moerdijk. En zorgt ervoor dat onze voorzieningen op peil blijven en onze winkels publiek blijven behouden. In 2022 gaan we verder aan de slag met het maken van de plannen, zodat we in 2024 kunnen gaan bouwen. Op de website vindt u meer informatie en vindt u ons visiedocument. En heeft u daar ideeën over, laat het ons alsjeblieft weten.